Ja, dames en heren van Leefbaar Nederland. Daar sta je dan, hè? 3 maanden geleden. De eerste aftastende gesprekken. En dan nu lijsttrekker van Leefbaar Nederland. En u mag best van mij weten dat het me met heel veel plezier vervult. En dat ik u uitermate dankbaar ben voor het feit dat u zo overweldigend uw vertrouwen heeft uitgesproken. Het leken wel Oost-Europese verkiezingen van voor de val van de muur. Maar u mag ook best weten dat het me zwaar te moede is. Omdat ik weet dat het een opgave is die buitengewoon zwaar zal zijn. En waar heeft dat mee te maken? Dat heeft met u en met mijn persoon te maken. Wij willen een andere politiek in dit land. Wij willen dat die achterkamertjes, dat daar de ramen worden opengezet. Wij willen niet een einde aan het overleg, want we begrijpen ook heel goed dat politiek geven en nemen is. Maar we willen wel openheid. En we willen wel het land teruggeven aan de mensen in het land. Nogmaals, dank u wel. Maar u heeft een, ik zou geen namen noemen, doe ik ook niet. Maar u heeft een nep-professor gekozen. En die begint dus eerst met een college te geven, dat begrijpt u. En dat doe ik heel kort om even aan te geven binnen wat voor een kader we ons politieke programma moeten zien en onze wensen moeten waarderen. Dames en heren, wij leven in een revolutionaire tijd. En dat is de tijd van de nieuwe economie, de tijd van de informatie-economie. Ik zeg het Dries van Achtbaar na. Wij buigen niet naar links. Wij buigen niet naar rechts. Wij zijn realisten met een hart. Wij zijn gewoon Leefbaar Nederland. Dames en heren, met het uitspreken van deze reden aanvaard ik volgaarne het lijsttrekkerschap van Leefbaar Nederland. Ik heb er alle vertrouwen in u. Ik heb er zin aan. At your service.